Hallo? Test. Doet hij het? Ja. Oké. We zijn in de lucht. Dames en heren, dit is de radio. De radio, de tv die je beelden laat maken in je hoofd. Mooie, suggestieve radio. Radio is de toverdoos waarop iedereen kan zijn wie die wil zijn. Ik werk zelf al heel lang in de radio, bij de radio. Ik was 12 toen ik bij de radio begon. Bij de AVRO begon ik voor ons gemaakt door ons gekraakt kinderprogramma, waarin wij dingen die volwassenen voor ons bedacht hadden afkraakten of juist de hemel in prezen. We waren positief, toen ook al. En bij de radio werkte toen eigenlijk alleen maar mensen die heel erg lelijk waren. Ik was zelf de enige die er een beetje toonbaar uitzag. Tenminste, dat zei de vrouwelijke portier. Die moesten zelf ook een beetje toonbaar uitzien. En ik was destijds in 1977, 12, was ik de opvolger van GBJ Hilterman. En ik besprak toen de toestand in de wereld. De zeer onstabiele situatie in het Midden-Oosten als gevolg van het pan-Arabische strijd die in de straat van Hormuz woedt. Goedemiddag overigens, luisteraars. Heeft de olieprijs tot recordhoogte opgestuwd die op haar beurt weer heeft geleid tot een zeer zware republikeinse druk op de Amerikaanse president Jimmy Carter om het prinsendom en het bijbehorende harem in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ja, zo ging dat toen. In die tijd was de radio nog heel wijdlopig. En meestal was de radio ook nog heel traag in die tijd. Aan tot slot de weersverwachting tot middernacht. Aanvankelijk schijnt nog de zon volop. Maar in de loop van de dag dringt sluierbewolking langzaam het land binnen. En tegen de avond, als ze die uitgesproken hadden, die weersverwachting, dan konden ze alweer aan die van morgen beginnen. Of de verkeersinformatie was ook. Op de Rijksweg A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Diemen en Bussum een file met een lengte van... Oh, ik krijg net een seintje van Dorgie dat de file inmiddels is opgelost. Iedereen die bij de radio werkte was lelijk. Men had bochels, klompvoeten, klapkuiten, hangkonten, één arm en dan zo'n prothese met zo'n enge haak. Daar konden ze wel heel goed die schuiven mee bedienen. Of een zeldzame huidziekte of bloemkooloren. Er was eigenlijk maar één eis waaraan je moest voldoen. Je gebit moest goed zijn. Het ging natuurlijk gewoon om je stem. Maar de tijden zijn veranderd. De radio is natuurlijk, ja, gelukkig wel. De radio is niet meer de radio van toen. De radio is een stuk sneller geworden. En alle lelijke mensen die zijn nu uit de radio sinds de webcam is ingevoerd. We hebben nog steeds radio. En natuurlijk hebben wij radio. Ondanks de tijd waarin het natuurlijk steeds visueler wordt allemaal, is de radio nog steeds onmisbaar. De radio is zoveel sneller dan de tv. Als er ergens iets gebeurt, dan hoeft alleen maar een verslaggever in de buurt... Die hoeft alleen maar zijn telefoon even te pakken. En hij kan live verslag doen in de uitzending. Zeg, Joost, wat zie je? Ik zie nog altijd dat vreselijke, lege, dreigende perron. Het is hier onheilspellend stil. Ik sta hier op dat perron en ik sta vlakbij dat verdachte pakket. Want de robot van de explosieve opruimingsdienst die staat nu naast dat pakket. En zelfs die robot durft dat pakket niet aan te raken. En dat zegt natuurlijk wel wat, dan is het zeer gevaarlijk. Inmiddels is alles in een straal van 300 meter ontruimd. Het is een gigantische operatie. 5000 mensen zijn nu elders opgevangen. Die zijn met bussen van OWAT daarheen gebracht. En men neemt deze dreiging zeer serieus. Ja, dat is ook niet verwonderlijk, want het is natuurlijk een echt heel verdacht pakket. Er staat in koeienletters op dit pakket bom. En dat schrijf je natuurlijk niet zomaar. Dus het is een serieuze aangelegenheid. En ik krijg nu een signaal dat ook ik moet ook dit perron verlaten. Dit is, je hoort straks nog van mij, ik kom zo beter. Radio is zo verschrikkelijk veel goedkoper. Je hoeft niet allerlei dure deskundigen in te huren, zoals bij die televisie. Inmiddels is hier aangeschoven professor Wildpeper. Professor Wildpeper is
emeritus hoogleraar aan de universiteiten van Princeton, Harvard, Yale, London, Peking en Bunnik. Professor, bewandelen wij de goede weg om uit de crisis te komen, denkt u? Nee. Nee, wij doen veel te veel, denk ik eigenlijk. Veel te veel. Kijk, er zijn twee dingen waaraan je niets kunt doen. Nou, dat zijn de economie en dat is het weer. Huh? Je moet dus als beleidsmaker moet je dus doen alsof je heel veel doet, maar je doet eigenlijk niets. Je zegt, ik neem krachtige maatregelen om zo snel mogelijk uit de crisis te komen en je doet helemaal niets. En dat is dus ook mijn advies aan het kabinet Rutte 2. Dank u wel, professor Wilken. Radio is allang niet meer alleen radio in de ether. Radio is natuurlijk ook internet. Radio is on demand. Dus je hoeft niet altijd op een bepaalde tijd klaar te zitten om iets te gaan luisteren. Hoewel dat natuurlijk wel erg gezellig is. Dat was leuk met z'n allen voor dat toestel. Maar het kan tegenwoordig heel anders. Je kan luisteren naar die radio wanneer je wilt. Dus iets is ook niet zomaar weg als het uitgezonden is. Het blijft altijd. Kortom, nieuws, muziek, documentaires, hoorspelen. Wat je ook kan verzinnen aan leuke, rare, mooie dingen. Radio leent zich ervoor. Zolang de mensen blijven praten, is er radio. En radio op de radio. Is iedereen blind? Radio 509.